kijkers van TDW, welkom bij weer een nieuwe serie, een nieuwe aflevering en een eerste aflevering van de 100 plus live. Gaan we proberen in ieder geval hier op Terminal Domination op een ground war. Ik schiet vandaag met de ACR, je ziet de klas eventjes staan. En we gaan met de Assault Streak spelen. Ik heb de Reaper, de Payflow en de Osprey Gunner klaarstaan om te kijken of we op Terminal Domination kunnen ownen. Dat betekent dat ik snel veel kills moet maken en ook gewoon heel snel mijn streak moet opzetten. Als dat niet lukt, ja, dan blijf je gewoon steken op een x-aantal kills. Ik ben benieuwd of dat gaat lukken, hoeveel kills we überhaupt kunnen krijgen. Ik heb expres voor Ground War gekozen omdat er net even wat meer mannen of mensen zijn. Dus meer campers tegen. Nou, even kijken of er hopelijk niet te veel campers zijn. En dan gaan we gewoon kijken of we deze serie naar een leuk einde kunnen brengen en of we hier de 100 plus kunnen krijgen. Ik heb Modern Warfare 3 nog nooit gehaald. Wel dicht in de buurt. Ik zat in, hier heel veel mannen. Mensen. En ik word meteen gekild. Dat komt omdat ik eigenlijk met mijn domme kop meteen doorloop. Weet je wel. Daar zit ik helemaal niet goed op te letten. Normaal gesproken loop ik altijd hier doorheen als eerst. En dan gaan we hier even kijken. Of er hier nog... één. En nee. Natuurlijk worden ze allemaal overgenomen. Of opgepikt. Waar zitten die gozers? Ik ga gewoon C pakken, want C is best wel belangrijk, vind ik, om te hebben. C zorgt er namelijk wel een beetje voor dat je een beetje spawncontrol kan creëren op B of A. Nou, gelukkig pakken we die op. C4 naar beneden en pakken we in ieder geval één kill. Ja, en hitmarker, dat is alles wat we hebben. Ja, kill hem! Met een headshot. Ik weet niet hoe, maar ik heb hem gekilled met een headshot. Gaan we even hier kijken, want dit is ook een heerlijk plekje op het moment als je, als zij, nou dan moet ik wel goed aimen, als zij de B-vlag hebben, dan kan je hier best wel veel kills maken, kan, eventueel. Hierboven zit er één, ik heb geen C4 meer, dat is wel kut. Is ook niet replenishable, ik weet niet hoe je dat zegt in het Engels eigenlijk. Je kan hem niet nog een keer krijgen, zo. Ik heb geen ammo meer en ik heb geen Scavenger Pro, dus dat betekent dat ik of op zoek moet gaan naar een andere gun, of ik moet mijn secondary nog twee andere kills maken. Nog één andere kill maken om uiteindelijk die fucking streak te krijgen. Pakken we een LMG. Moet goed zijn. Kijken of ik hier door kan lopen dat ze niet in de vliegtuig spawnen. Ja, Reaper en dan word ik meteen doodgeschoten door een sniper die daarboven zit. Geef niet, ik ga gewoon hier liggen. Reaper erin. Kijken of we snel kills kunnen maken. En uiteindelijk een hele hoop voor mijn 100 plus kunnen krijgen. Daar is een eerste hitmarker. Nou, die grote gozer is al dood. Natuurlijk zit er hier een gozertje. Waar zit hij? Nou, hup, geen kills, hè. En een hitmarker alleen. Waarom wordt er zo'n ding er meteen uitgeschoten? Dat is echt niet normaal. Die dingen die gaan zo snel. Daarom gebruikte ik op een gegeven moment nooit meer die fucking... assault streaks, omdat ze zijn er zo snel uitgeschoten. Nou, die is al dood. Nou ja, het ging wel lekker de eerste streak. Werd helaas net door een sniper gekilled. Waardoor ik niet veel anders kon dan mijn assault... Of mijn reaper bedoelde ik eigenlijk gewoon inzetten. En hopen op het beste. Geen kills, dus hopen of dat we een nieuwe kunnen bouwen. En uiteindelijk hopen dat er... Mensen met die dingen eruit schieten, zeg maar, dat ze lief. Ik ga even kijken. Wow, een assist. Ik kan beter een hardline gaan gebruiken met assists. We zijn A aan het verliezen. Een A is echt de enige vlag die ik niet erg vind om te verliezen. Nee, daar zit niemand. Ja, ze zitten er wel, maar ik bedoel... Niet iemand in mijn line of sight. Ga even hier kijken. A is namelijk heerlijk. Als je spantrap wil doen op terminal is A het beste om te verliezen. En die spantrap op te doen. Hier bijvoorbeeld dit plekje. Oh, waarom zeg ik dit eigenlijk? Is heerlijk. Ze spawnen voor je neus. En dan heb je die spantrap. We gaan met een secondary rondlopen. Daar hebben we een kill. Nee. Oh, als mijn C4 ietsje sneller afging had ik hem gehad. Hier pakken we één kill. Twee kill. 3 kill. 4 kill. Nu spawnen ze hier niet, want we zijn met te veel mensen. Maar ik heb wel 4 kills erbij. Dat is wel lekker. Die pakte ik even snel op. 17 om 3. Gaat niet verkeerd. Gaat niet verkeerd. Maar ik moet nog heel veel kills om uiteindelijk die 100 te halen. Even kijken of ze... Nee, ze lopen hier niet door. Hier zit er nog eentje boven te sniperen. En daar zit er eentje die loopt daar. En dan zit er hierboven nog eentje.
Die pakken we ook op met missie 4. Daar staat er sowieso eentje die gespand wordt in het vliegtuig. Even altijd, ik schiet altijd eventjes een beetje richting die cockpit. Want er zit er vaak eentje op de cockpit. Oh, ik zag hem niet dat hij verder ging lopen. Pakken we hem hier gewoon op. Nog eentje voor mijn Reaper weer. Oh, kijk, Advanced UAV. Dat is wel heel nice. Het glitchende Reaper kill. Kijken of we er nog eentje kunnen krijgen. Ik heb geen kogels meer. Daarom denk ik van, nou ja, ik wacht wel eventjes. Schiet ik wel in één keer die kogels op. Maar blijkbaar wordt dat me niet gegund. Dus gaan we even deze opschieten door in het vliegtuig te schieten. Uiteindelijk heeft dat geen zin. Gaan we hierheen. Kijk, dan let je zo goed op de map, hè. Advanced UAV. En mensen die kunnen niet eens eventjes gewoon normaal op de map kijken. En ze laten er gewoon iemand doorgaan. Oké, wat moet ik doen? Nou, ik wil mijn Reaper eigenlijk inzetten, maar aan de andere kant ook niet. Misschien is het wel nu handig om het te doen. Omdat er nog iets in de lucht zit. Ook al zitten ze op A. Dus gaan we hier een hoop kills maken. Ja, P-flows binnen. Dat is lekker. En nog een kill. Kom op hier, op A. Span hier maar gewoon op A. Oh. Ik moet wel opletten dat ik hem hier naar binnen schiet. Uh-oh, schiet ik nu de chopper van mijn vriendjes eruit. Hier zag ik iemand lopen. Het duurt zo... Als je de ben gewend van Black Ops 2, dan gaat dit zo langzaam. De Lodestar. Nou, ik kan hier die kills niet meer maken. Daar zit er zo'n jongen in, die pak ik. Daar, nu, kijk, nu kan ik lekker met mijn Reaper kan ik gewoon door blijven schieten. Hier ergens beneden zit er volgens mij één. Kijk, hup, nog twee voor mijn, Osprey Gunner. En dan kan ik gewoon hem gaan zometeen ook. Zit al op 28 kills, niet heel veel. Nu ga ik bijna dood door zo'n fucking kutding. En dan ga ik sowieso dood omdat het te lang duurt. Het duurt te lang, het duurt te lang. Waarom duurt het altijd te lang? Ik wil hem eigenlijk niet, maar ja, voor een extra puntje. Want ik voelde hem gewoon aankomen. Ik voel gewoon die kills aankomen. Dat is lekker. Zit er nog steeds 9 in het team. Een enemy team. Dat betekent dat ze nog niet geliefd zijn. Dat is wel heel mooi. En weer Adventure UAV. Ze helpen me daar echt enorm mee. Dankjewel. Ik zit nog dus niet met Mogolen te spelen. Dat scheelt een hele hoop. Volgens mij, mijn payflow die is naar de kloten. Die pakken we gewoon op. Nou, dan moet je maar niet campen daar in een hoekje. Ik snap ook niet wat je daar doet. En waarom je dat daar doet. Gelukkig pakken we die op. En dan zitten we nog op 40 punten ongeveer. En dan zit er daar ook eentje in een hoekje. Kan je nagaan, nog 40 punten, 34 kills. En dan heb ik er 2 Reapers gehad. Met mijn ene Reaper helemaal geen kill gemaakt. En met de andere wel een beetje. Krijg ik hier een assist. Die is al weg. Cockpit. Jongen, kut campende teringlaaien. Het 34 kills. Hoe haal je die 100 plus dan? Ik bedoel, ik kill er redelijk wat. Nou. Dan word ik gesniperd. Natuurlijk blijft die een in een last stand zitten. Waardoor ik hem niet dood krijg. Of in een dead man's hand. Of wat hij ook heeft. Ja, kom op. Kill hem dan. Zoveel hitmarkers weer. En dan word ik gesniperd. Jongen. Wat een bullshit. Wat een... Verder een prima gameplay, maar gewoon echt... Het kan gewoon niet dit. Ja, die killen we gewoon daar. Hopen dat er niet verder nog iemand anders in die vliegtuig zit. Ja, natuurlijk last stand. Waarom ga ik weer dood door een last stand? Waarom moeten ze altijd zo fucking noob zijn? Kijk of die last stand, mogol, die is waarschijnlijk al gekild. Maar die assist... feed heb ik waarschijnlijk gemist. Hier weer last stand. Daar een kill. En weer kan ik mijn C4 niet killen. Triggeren. Echt, dan zie ik hem net te laat en dan gooi ik mijn C4. En dan ga ik waarschijnlijk gewoon weer de 40 kills halen. Nog 6 punten. En worden wij ge-EMP. Dus als ik nu... Nou ja, dat ga ik sowieso niet halen. Nog een trigger en dan ga ik dood. Omdat er weer een camper zit. Te veel campers, te veel bullshit. Waardoor ik gewoon niet meer dan 40 kills ga halen. Dat is toch slecht. Kom op, Ground War. En 38 kills. 38 kills, jongens. Echt... Ik moet gewoon geen groundwork doen. Ik ga gewoon lekker regular doen. Ik kan gewoon echt zoeken naar zo'n dome of zo. Maar ja, lief is allemaal weer natuurlijk. Echt, wat een bullshit dit allemaal. Ik kan niet gewoon eigenlijk niet meer tegen. Dit soort dingen moet gewoon echt afgelopen zijn. Dat campen gedoe en die bullshit sniper kills allemaal. In ieder geval, vergeet niet te liken. En ik zie jullie de volgende keer.